De finale van het COC Songfestival vindt komende zaterdag plaats in Nijmegen. Het evenement, dat wordt georganiseerd door homobelangenorganisatie COC, heeft voorrondes in alle provincies, waarna de lokale winnaars het in een finale tegen elkaar opnemen. Vorig jaar werd Nijmegen tweede, net achter Leeuwarden. Omdat de Friese hoofdstad de organisatie niet op zich wilde nemen, vindt de finale nu plaats in Nijmegen. Nou, zaterdag 9 november hier in de Lindenberg organiseren wij de 28e editie van het COC Songfestival. Nou, het COC Songfestival is eigenlijk een initiatief vanuit COC Limburg in eerste instantie, 28 jaar geleden. En ieder jaar organiseert een ander COC in het land dit festival, waarbij liedjes rondom het thema LHBTIQA+ centraal staan. Nou, de act die zijn we nog een beetje aan het vormgeven, maar het belangrijkste is dat ik wilde dat het een mooi nummer zou zijn, wat niet te veel een grote act zou zijn, maar gewoon eigenlijk mooi, maar wel met dynamiek en beweging. Nou, ik ben zelf gewend om improvisatietheater te doen en dan weet je altijd dat je het pas op de avond zelf echt gaat creëren. En nu heb je het van tevoren allemaal bedacht, dus je hoopt dat het ook zo uitpakt zoals je het hebt bedacht. En dat vind ik wel eens een beetje spannend. Nou, we hebben 10 kandidaten uit het hele land van verschillende COC's. Vanuit COC Haaglanden, COC Limburg, COC Friesland, nou ja, noem het maar op. Die komen hier naartoe en die gaan al die 10 inzendingen gaan hier hun nummer vertonen. Dat zijn dus echt uniek geschreven liedjes met eigen tekst en eigen songs of eigen muziek. En die worden beoordeeld door een regiojury. Dat zijn mensen vanuit alle verschillende COC's. En daarnaast een vakjury die samen bepalen wie namens wie welk COC uiteindelijk gaat winnen en volgend jaar dit Songfestival mag organiseren.